gaan we gaan het doen.
Evert van den Kamp, 60 jaar organist, dat is een enorme tijd. 60 jaar heb je al zoveel met muziek gedaan en op en top muzikus. Maar hoe is dat begonnen? Nou, Evert vertelde mij daarover. Dat begon met een trouwdienst van zijn zus Beb, hier aanwezig. Fijn dat u dit mee kan maken. Daar ging Evert spelen op het orgel. En nou ja, dat is het begin geworden van een hele lange muziekcarrière. Maar 60 jaar organistschap betekent dus ook dat u 60 jaar getrouwd bent. En Evert had bedacht, nou dan wil ik wel heel graag voor mijn zus en voor mijn zwager Joop, die er helaas door gezondheidsredenen niet bij kan zijn. Maar dan wil ik daar speciaal ook iets voor spelen. En daar gaan we nu naar luisteren. Het is gezang 20 uit het liedboek. Laat ons nu vrolijk zingen. Kom hef uw liederen aan. Voor hem die alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lof prijzen hier op aard. Ja, hem van harte loven die veilig mij bewaart. Gezang 20 dus. Daarna horen we nog twee prachtige klassieke werken. Wie doe bij mir en symfonie in F-door bij de stukken van Johann Sebastian Bach. Thank you.
Straks horen we wat God doet, dat is wel gedaan. Psalm 432. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. Even speelt daar koraal, toccata en fantasie overheen. Geïnspireerd door Klaas-Jan Mulder, een organist, waar even zich volgens mij vaker door laat inspireren. Dat stuk dus zo meteen, maar ik ga eerst luisteren naar zingen en orgel. Wij hebben hier in de gemeente een aantal hele goede zangers, oefende zangers. Wim van Sprank, Wim en de Pool, die gaan samen het lied zingen. De heilige stad. En trouwens eerst Jeruzalem, hoofdstad van goud, begeleid door Evert. Thank you.
bekend, 1970. Mijn gebed heet het liedje van D.C. Lewis, ja, een Nederlandse zanger, die dat dan samen met Feike Asma opnam. Een prachtige orgelbegeleiding, maar een liedje wat enorm aansloeg, wat 16 weken lang in de top 40 stond. Nummer 1 hit in Nederland. Iedereen verbaasd en kerkmensen nog wel het meeste, hoewel die soms ook wel eens dachten, wat is dit? Mijn gebed heet het, en ja, het is toch wel een gebed, zei Evert ook. We gaan er naar luisteren, naar de koraalbewerking. Het is opgedragen als een in memoriam aan Evert eerste orgelleraar en zwager, George van Bommelbroek. Thank you.
persoonlijke keuze van Evert. Hij heeft het programma echt samengesteld en allerlei dingen die verwijzen naar eerdere fases van zijn leven. Zo ook het avondlied dat we nu gaan horen. Twee avondlieden horen we. Maar om te beginnen blijf bij mij hier in memoriam opgedragen aan mijn ouders, schrijf Evert. Dat is het eerste wat we horen en daarna stilte over alle landen. Thank you.
Plundert willen we je graag een klein presentje geven. Als waardering, als felicitatie voor dit jubileum. En dit moment was wel een heel goed moment daarvoor. Om jou en Brigitte die samen ook te feliciteren met dit blijde moment. Ja, zo meteen speel je weer verder. Anders was ik al even naar boven gekomen of jij naar beneden. Maar we zien elkaar zo meteen nog wel van dichterbij, van 1,5 meter afstand, zomaar zeggen. Maar deze zijn dus voor jullie. Dit concert wordt je gewoon aangeboden door Evert. Bij de uitgang kun je, als je wilt, een vrijwillige bijdrage geven in het busje wat daar staat. Ja, een woord van dank voor degene die het mogelijk hebben gemaakt. Jan die achter de schermen het nodig heeft gedaan. De zangers niet te vergeten. We hebben weer genoten van jullie zang. En ja, als gemeenteleden weten we natuurlijk wel, hoewel jullie vandaag wel heel erg mooi, het kwam wel heel erg mooi uit, deze prachtige liederen die jullie zongen. Maar iedereen die te gast was, fijn dat je het mocht meemaken. Dat je ook mocht horen hoe mooi orgel we hier wel niet hebben. Hè. Maar dat komt natuurlijk ook pas echt goed uit, omdat Evert er ook zo alles uit weet te halen. Evert en Brigitte, ook bedankt dat jullie dit zo willen doen. We gaan bovenal God de dank brengen. Heere God, dank u voor muziek. Dank u voor deze muziek die we hebben gehoord. Dank u voor alles wat u ons hebt gegeven. Wat u Evert van den Kamp ook hebt gegeven. Al die 60 jaar. Dank u dat hij een instrument mag zijn om u te eren. Om de mooiste muziek te maken. Om mensen ook te stimuleren te zingen in de koren, in de kerkdiensten. Dank u dat Evert en Brigitte dat ook zo samen mogen meemaken. En ook met zijn zus en meer familie. Dank u voor uw zegeningen. Dat we dat zo mogen krijgen van u. Dat zijn extra geschenken. Boven al de genade, al de liefde die u ons ook geeft. Uw beschermende hand over ons. Dat we onder die hand ook verder mogen. Ieder zijn eigen weg. We bidden het in de naam van Jezus. Amen. Nog één lied als afsluiting voordat u uw weegs weer kunt gaan. Fantasie over ik wil u, o God, mijn dank betalen. Orgel en zangers.